echt complete bullshit dat ik hier zit? De gevangenis van... Cutrexia, zo te zien. Ja, Cutrexia 7, Cutrexia 9. Waarom hier? Ik ben opgepakt in Greydale door echt allerlei agenten. Ik zag er een van Rolandia, ik zag er een van Cutrexia. Duffy zelf, die smeerlap, met zijn... zou je dat wat doen? Man, ik heb een advocaat. Hey, mag ik er nog eens even uit? Of hoe zit dat, hey? Hallo? Hallo. Ah, jij in blauw. Doe de deur eens even open. Ja, u mag vrij. Oh, dat doe je ook nog? Ja. Oh, makkelijk hier. Ik wil je niet meer terugzien. Je wil mij niet meer terugzien. Begrepen? Ik wil jou ook niet meer terugzien. Wat is jouw badge-nummer? Hoe kan ik een aanklacht indienen tegen jou? Dat je me zomaar... Dan in een boekje. In een boekje? Ja, in de aangiftebus boven. En die moet dan naar de aangiftebus. Dat is officieel Daan. En hoe lang werk je al bij de politie? Lang genoeg. Nou, ik hoop dat je het leuk vond die tijd, want het duurt niet lang meer, denk ik. Ik heb een hele goede advocaat, ja? Nou, moet jij zeggen. Nou, laat mij dan allemaal lopen uit. Jij? Ja. Inderdaad. Zo. Hey, niet zo snel. Ik ben niet zo snel. Oké. Okay. Waar is de uitgang? Hier is de uitgang. Waar? Oh. Ja. Oké. Okay. Open. Ik wil je niet meer terugzien. Anders ben je nog een nachtje hier zo. Nog een nachtje? Pepe? Oké. Okay. Zeg maar baas. Jezus. Ik ben geen goede matties met de politie. Dat is inmiddels al duidelijk. Maar ik moet... Hallo? Nee. Stomme... Politie, dat is het gewoon. Ik heb helemaal niks verkeerd gedaan, TVD. Ik ben een doodnormale burger. Trouwens, mooie outfit heb ik niet eens. Het enige wat ik heb zijn Barbie boots, nog steeds. Kijk, het ziet er heel raar uit zo, met de rest van de kleren niet. En die heb ik natuurlijk uit die Greycoin shop gehaald, de loot crate. Mijn plannetje is eigenlijk om me toch hier te gaan vestigen. Ik heb even goed onderzoek laten doen. Rolandia is heel erg duur. Greydale... Nou ja, daar hebben we eigenlijk al een huis. Mijn toekomstige vrouw, dat weten jullie nog helemaal niet. Dat weten ze zelf nog niet eens. Maar mijn advocaat en ik, dat gaat echt dikke mik worden. Ik weet het zeker. Jamila. En ik heb hier net even gekeken. En even nagevraagd. Want je mag een telefoontje plegen vanuit de cel natuurlijk. En er schijnt dat hier achterin Q-Trex, echt helemaal ver achterin. Daar schijnen nog... plotjes te zijn. Kijk, je kan met plotinfo natuurlijk kijken van wie het is. Dat dit is echt onbetaalbaar voor mij. Jullie hebben zoiets van, het is niet een centrum. Maar dit plot, nou, daar betaal je zo'n 70.000, 80.000 euro voor. Dat heb ik niet. Ik heb 16.000, 17.000 euro. Ik moet straks weer gaan eten gaan halen. Kijk, dat is hier nog druk ook. Hallo, Romira. Wat een mooie kleding. Mijn truc is om mijn schoenen dus te gaan verkopen voor mijn eigen plotje. Dat plotje te kopen, huisje erop te zetten en vanaf daar gewoon verder te gaan. Hier, ik loop zo'n kledingwinkel door. Hoppakee, mag gewoon hier. En vanaf daar, ja, weet je wat het is? Ik heb dan toch al die naam van David, crimineel en wat dan ook. Ik heb gelukkig natuurlijk wel een advocaat die mij helpt, maar misschien moet ik dan maar gewoon de criminele kant op gaan. Nu nog niet. Ik ga nu alles gewoon nog fair en netjes doen. Maar ik wil even een uitvalbasis hebben, zeg maar mijn thuisbasis. En vanaf daar... Oké, de plot wat ik gezien heb en waarvan ik gehoord heb, dat ligt zo ontzettend niet op de route. Dat je inderdaad door een bos heen moet zonder pad. En dan... ik denk dat het... Ik zie daar lichtbranden. Zou het daar zijn? Nee, het is voor mij hier. Het is echt compleet onduidelijk waar je heen moet. Oké, hier zo. Paadje. Kan ik al drinken? Nee, ik kan nog niet drinken. Hierheen. Oh man, dit is toch... belachelijk als ik hier helemaal moet wonen. Ik ben zo ver weg. Een baantje moet ik ook nog zoeken natuurlijk. Voordat ik de criminaliteit inga. Ik moet de juiste mensen vinden. Nou, we hebben Marta. Oké, hier. Dit pad. Door het bos. Middle of nowhere. Hier is grond nog te koop. Kijk, deze huizen zijn allemaal al bezet. Die zijn allemaal al gekocht van mensen. Ik weet niet van wie. Dat is wel leuk. Wie worden mijn Almer 13? Mijn buurman. En, oh, het staat helemaal open. Oeh, ik ga gelijk even kijken. Oh, wat een klein huisje. Jezus. Oh, dan heb ik straks nog een kleiner huis ook, want ik heb bijna geen geld. Dat is echt een drama. Kijk, dit huis, dat zou me wat lijken. Zoiets als dit. Of dit. Nee, deze. Dit is echt iets voor... Ja, joh. En dan wil ik er zo'n stalen deur in hebben. En van boven kan ik mooi kijken of de popo komt. Lijkt me een goed plan. Kijk, hier. Dit plotje. 329 was het. 28. 29. Deze is als het goed is. Even kijken. Plot info. Ja, die is nog van helemaal niemand. Oeh, wacht eens even. Zie ik hier nou een ontsnappingsroute? Really? Nee. Is hier een ontsnappingsroute door het bos? Shit, ik wil wel een ontsnappingsroute hebben. Kan ik hier langs? Nee, ook niet.
Ah, damn. Eigenlijk wou ik eentje met zo'n sneaky achtertunnel. Ja, hier kun je toch door? Ben ik nog gek? Nee. Hier? Ook niet. Nou, maakt niet uit. Plot 329. Deze. Die kost 40.000. Wil ik, maar heb ik het geld nog niet voor. Dus ik moet mijn kleding gaan verkopen. Mijn idee is om gewoon nu zo de stad in te gaan. En ja, dan deze prachtige Barbie boots. Ze zijn heel zeldzaam. Ze zijn niet in de seizoenen geweest, heb ik begrepen. Maar ja, eerlijk gezegd heb ik er een beetje haast mee. Want ik ben het huis van Fee ben ik uitgekikt. Daar mocht ik niet meer zitten. Ik kan niet als een sloeper, als ik indruk op Jamila wil maken, constant bij haar chillen. En gebruik maken van haar faciliteiten. Ik bedoel, kan gewoon niet. Dus ik moet daar ook nog betalen. Ik bedoel, het kost niet niks. Wat we gaan doen, is we gaan even naar het centrum. En dan gaan we een winkeltje uitzoeken die ook inkoopt. En dan eens kijken wat de gek ervoor geeft, zeg maar. Maar waar in Qtrexia ga ik in godsnaam hier all around fish? Nee, die hebben alleen maar eten. Wat is dit? Kebab ook eten. Een bar. Pink meat. Allemaal. Dit ook eten. Je hebt alleen maar etenswinkeltjes, joh. Oeh, politie. Politie, daar loopt een mooi fan een boogje omheen. Ik denk dat ik gewoon... Hier, kledingwinkel. Die store. Is hier iemand? Ik ga gewoon kledingwinkeltjes zoeken tot er iemand is die dit wil kopen. Dat lijkt me goed dan. Dit ziet eruit als een flinke winkel. Wat is het? Het is de F. Heet het de F? De FF. De FF Store. Maar geen personeel. Maakt niet uit, we komen vanzelf. O jee, wat is die druk? Wat is hier aan de hand, gek? Ik loop gewoon door. Niemand ziet mij. Level 1. Niks aan de hand. Bank. Kledingwinkel. RJL Klans. Ik vind het helemaal goed. Hallo? Goeiedag. Hey, ja, jij bent er wel. Tof. We verkopen padden en hoeden. Graag gepast betalen. Je zoekt geen personeel. Dat is jammer, want ik zoek een baan. Maar wat ik heb, is schijnbaar kebab. Hoef ik niet. Ik heb hier hele speciale schoenen. Ja. En nou weet ik dat je een winkel bent die verkoopt, maar koop je ook in? Ja, tegen de juiste prijs. Wat zou jij voor deze Barbie boots geven, zeg maar? Of heb je misschien ergens een... Want ik heb schijnbaar allemaal mensen die mijn boots willen. Dus die lopen allemaal achter me aan. Kunnen we ergens anders heen? Dat je mij doorlaat of zo? En even ja, boven... ik kan wel even naar het kantoor. Dan komt hij maar even verder. Ja. Goed. Oh, jee, wie is dat? Ken je hem? Dat is mijn beveiliger. We hebben vaak inbrekers hier in de winkel. Dus af en toe doet hij even een ronde hier in de winkel. Of er geen random mensen... Oké. Ja, het is super... Problemen? Nee, super aardige gozer volgens mij. Hij ziet eruit als een betrouwbaar iemand die zijn vak kent en het allemaal leuk vindt om te doen. En zo, je hebt een aardige winkel hier. Ja, we doen ons best. Maar wat is dat met van je neemt geen mensen aan? Want misschien dat ik wel heel erg geschikt ben als verkoop. Misschien dat ik wel heel veel mensen kan trekken. Zag je dat? Er volgden daar 3-4 man zo de winkel in. Ja, nee, zeker. Goed, we zijn net een beetje aan het opstarten. En dan willen we alles een beetje netjes in, op orde hebben en dan... Ik zal even deze aan jou laten zien. Gewoon dat je het even kan checken wat het is. Het is Barbie. Er zijn er maar 2 of 3 van, heb ik begrepen. En je moet van de kleur houden. Het lijkt wel een beetje op wat je op je hoofd hebt. En eerlijk gezegd, het is niet gestolen of zo, hè. Ik heb het gewoon legit uit een crate gekregen. Ja, het staat ook mooi, inderdaad. Ja, ik denk even past het snel. Alleen, ik heb een beetje geld nodig, want ik wil zeg maar eindelijk op mezelf gaan wonen hier. En ja, je weet waarschijnlijk... Nou, je hebt hier redelijk wat voorbeelden. Wat heeft het gekost, deze winkel? Deze locatie. Ja, het is midden in het centrum, dus het is echt een vrij duur plot. Maar ik denk, wat was het? 700.000? Jezus. Nou, ik hoop dat ik met ongeveer 10 daarvan ergens een plotje kan kopen met misschien een mini-huisje erop. Dus dat is ook eigenlijk een beetje wat ik zoek. Ik hoop niet dat je schrikt van het bedrag. Zeker ja. 70.000. Ja, nou ja, ik zat zelf te denken aan 60, 65. 65 is die voor jou. Deal. Nou, prima. Is dit vaak? Ik heb nog nooit zoveel geld gehad. Waar kan ik het op het bank zetten? Beneden. Dan moet je even de trap weer af. Oké, nou dan gaan we. Of hou je de schoenen nog?
Dat is wel makkelijk, denk ik, ja. Nou, alsjeblieft dan. Ik ben eerlijk, zoals ik al zei. Ik ben een goede, eerlijke jongen, ben ik. Hé, hey, wat is hier beneden? Daar is onze opslag. Oh, en niet schrikken, daar staat hij weer. Zoals dat is jouw huisbeveiliger. Kijk, zoals u ziet, het is erg druk in de winkel. En als u hier achter kijkt, ziet u het zwarte vakje. En dat, daar kunt u uw geld op storten. Waar? Oh, hier. Hé, hey, slim. Via daar. Daar gaan we. En hoppakee. Ik ben rijk! Ik heb 81.000 euro! Ik ga naar de gemeente! Wow, wat is dat? Vet! Dat is de politie, hè? Die hebben schilden. Verkoop jij die ook? Nee, helaas niet. Misschien wel. Ja, het is wel vet. Nou, heel erg bedankt in ieder geval. Misschien dat ik nog even terugkom om gewoon wat basic kleren te kopen. Wat heb je zoal in de categorie goedkoop? Ja. Nou ja, goed. Alles wat hier beneden hangt is een beetje naar de goedkopere kant, zeg maar. Beneden? Er zitten wel een paar duurdere stukjes tussen, maar... Hoe bedoel je beneden? Daarachterin zit nog een trap naar boven. En boven hebben we een hele afdeling met enchanted kleding. Oh, dus dit is allemaal goedkopie? Meestal. Ja, nou, er zitten wel een paar dure dingen bij. Ik bedoel, er zit nog een gouden helmpje tussen. Die is er wel wat duurder natuurlijk. Maar even als voorbeeld, die rode broek hier, wat kost het? Die rode broek zit op 9k. Dat is hartstikke duur, man. Ja, maar dat is het nieuwe seizoen, zeg maar. Dus ja, daar zijn we gebonden aan bepaalde prijzen dus zeg maar, het ministerie. Wat is dat iets goedkopers dan, wat je hebt? Zoals die grijze broek of zo? Of die donkergroene schoenen? Links? Die donkergroene schoenen waren 8 volgens mij en die broek is 7. Nou, het wordt al steeds wat goedkoper. Misschien als ik helemaal klaar ben en ik heb mijn huisje, dat ik al terugkom. En in ieder geval bedankt. Doe ze nog even aan die schoenen. Ik vind het wel jammer dat ik ze kwijt ben, maar... Oh. Nou, ik hoop dat jij er heel erg veel plezier mee hebt. En misschien kom ik ooit wel solliciteren hier. Ik heb echt altijd goed gedrag hier. En bedankt. Mag ik eruit? Ja, natuurlijk. Geen probleem. Oké. Nou, later. Bedankt. Tot ziens. Fijne dag verder. Nou, wat een superleuke winkel is dat. Ze staan hier nog steeds te durpen. Is hier een gratis kleding of zo? Ik weet het niet. Hey, dit is goed. Ik heb 80.000. Ik ga even rustig ergens chillen. Ik kan niet overvallen worden, want het staat dan op mijn bank. En ik denk dat ik straks maar eventjes in alle rust naar de gemeente ga. Om een plotje te kopen. Niemand wil hem. Niemand heeft hem. En dan... bouwaanvraag of zo? Ik weet helemaal niet hoe het werkt. Ik heb geen flauw idee. We gaan er wel achter komen. Oh, ik ga even hier staan. Mensen volgen mij. Nou ja, in ieder geval, dat gaan we de volgende aflevering maar zien. Dus het gaat allemaal goed, Kevin. Het gaat allemaal goed. Laat me maar met rust. Ga maar weg. Ja, oké. Tot de volgende keer.